Meisjesbesnijdenis. Wat kun je doen als je problemen hebt en wat kun je doen om je weer beter te voelen? Meisjesbesnijdenis, ook wel vrouwelijke genitale verminking genoemd, is een ingreep waarbij de vrouwelijke geslachtsorganen worden besneden en soms aan elkaar worden gehecht. Meisjesbesnijdenis kan tot gezondheidsproblemen leiden bij meisjes en vrouwen. In Nederland wonen ongeveer 41.000 vrouwen en meisjes die besneden zijn. Ik ben Sarah Kladakis en ik ben projectleider van het nazorgspreekuur Meisjesbesnijdenis bij de GGD Gelderland-Zuid. En we zijn hier vandaag samen omdat we het belangrijk vinden dat vrouwen die in Nederland wonen en besneden zijn en daar klachten van hebben, dat ze weten dat ze ergens terecht kunnen met hun klachten. Hi, ik ben Maria Mohammed, ik ben 22 jaar en ik ben vandaag hier omdat ik belangrijk vind dat meisjes over de hele wereld geholpen kunnen worden als ze klachten hebben van meisjesbesnijdenis. En ik doe zelf ook social work en ik kom in contact met kinderen en vrouwen die besneden zijn. Ik ben Lula Teglom, ik ben moeder voor 2 meisjes. Ik kom uit Eritrea. Ik ben hier vandaag omdat ik wil verandering brengen tegen meisjesbesnijden. Welke gezondheidsproblemen kunnen er voorkomen? Iedere vrouw is anders, dus niet iedere vrouw heeft klachten als ze besneden is. Maar sommige vrouwen hebben wel klachten wanneer ze besneden zijn. En je kan verschillende klachten hebben als je besneden bent. Je kan bijvoorbeeld lichamelijke klachten hebben, mentale klachten of klachten bij je seksualiteit. En dat verschilt per persoon. Wanneer je bijvoorbeeld klachten hebt van je lichaam, kun je bijvoorbeeld denken aan klachten als bijvoorbeeld last met het plassen, pijn in je buik of last hebben van je menstruatie. Maar dat kan ook voorkomen bij vrouwen die niet besneden zijn. En als je denkt aan klachten op het gebied van seksualiteit, dan kun je denken aan verminderde zin in seks of helemaal geen zin in seks. Of misschien zelfs wel pijn bij de seks. Ook dat komt voor bij vrouwen die niet besneden zijn. Maar dat kunnen dus allemaal klachten zijn die ook bij een besnijdenis kunnen horen. Welke gezondheidsproblemen zien jullie in jullie omgeving? Ik zie vaak menstruatieprobleem en plasontsteking. Soms is het zo erg dat ze eigenlijk school moeten missen. Ja, dat eigenlijk. Ja. Wat ik vaak hoor, dat is moeizaam bevallen en een moeilijke herstelling. En zij hebben ook fysieke klachten. Hebben jullie vrouwen begeleid naar hulp? Eigenlijk niet, maar ik praat wel met mijn leeftijdsgenoten over en op school met mijn klasgenoten, omdat ze ook richting hulpverlening gaan. Ja, ik heb 2 vrouwen begeleid naar seksuologen, omdat ze hebben aangevens geen gevoel voor seks te hebben. Mm-hmm. Ze zijn tevreden met hulp. Is het lastig voor vrouwen om hulp te zoeken? Ja, omdat het ook een lastig onderwerp is. Veel vrouwen schamen zich en daarom denk ik dat het belangrijk is dat er een sleutelpersoon is en voor ze kan zijn. Wat er ook is dat veel vrouwen denken dat zij de enige zijn die met deze problemen rondlopen. Sommige vrouwen zijn lastig om te helpen te zoeken omdat ze ons over niet altijd gewoon dicht zijn. Kunnen niet gewoon open hulp te vragen en zijn droeven ook niet. En zij weten ook niet waar gaan zij gewoon hulp te vragen. Ja, het is echt lastig voor hulp te vragen. Weten jullie welke zorg er beschikbaar is in Nederland? Ja, vrouwen kunnen naar spreekuren gaan, gewoon voor intakegesprekken. Ja, vanuit daar zijn ze nodig hulp krijgen. Mensen kunnen naar de huisarts en ik als sleutelpersoon kan ook mensen doorverwijzen naar het spreekuur. In Nederland kun je inderdaad terecht bij je huisarts. Dat is in Nederland ook het eerste aanspreekpunt wanneer je zorg nodig hebt. Wanneer je toch denkt van, hey, mijn huisarts weet er misschien niet genoeg van. Of je voelt je niet helemaal comfortabel om het met je huisarts te bespreken. Weet dan dat er ook verschillende speciale spreekuren zijn in Nederland. En deze spreekuren zitten op verschillende plekken. Je kan hier dan bij terecht bij een arts of een verpleegkundige die op dat spreekuur werkt. En zij weten meer van jouw situatie. Je kan dan met hen kijken, hey, wat zijn mijn klachten? En samen met hen kun je dan kijken hoe die klachten opgelost kunnen worden. Soms is het nodig om een vrouw door te verwijzen naar een specialist. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een psycholoog, een seksuoloog of bijvoorbeeld een plastisch chirurg. Maar dat kan ook een andere specialist zijn.
Afhankelijk van de klachten van de vrouw en de zorg die zij graag wil, gaan we verder kijken. Als je hulp wilt zoeken, waar kun je dan terecht? Je huisarts is de meest logische stap. Maar wil je dat niet, dan kun je kijken of er bij jou in de buurt een VGV-spreekuur is. Dat is speciaal voor vrouwen die besneden zijn. Ik ben een van de verpleegkundigen bij de GGD Gelderland Zuid. We hebben een spreekuur in Nijmegen en in Tiel. Als je bij mij op een afspraak komt, dan ga ik eerst met jou kijken welke klachten je hebt en dan gaan we een plan maken. Ook kun je met de sleutelpersoon praten over je problemen, zoals Lula of Marian. Je kan daarvoor dan contact opnemen met EFSAN of met een van de spreekuren. Voor meer informatie hierover vind je hier onder deze video de linkjes over EFSAN en de spreekuren.